Goedenavond allemaal en welkom bij deze speciale uitzending van ABN AMRO Masterclass. Waarin wij vandaag aandacht geven aan de financiële opvoeding. Want hoeveel zakgeld geef je nou eigenlijk? Hoe maak je sparen leuk en hoe ga je ermee om als je kind bijvoorbeeld een mobieltje zou willen? Hierover hopen wij jou vanavond te kunnen adviseren. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust hier onder deze livestream. Mijn naam is Ilse Duin en naast mij in de studio vandaag staan Carla Versnij en Karin Radstaak van het Nibud. Sorry, Carla is productexpert bij de ABN AMRO. Klopt. Ja. Welkom dames. Ja, en dan gaan we eigenlijk gelijk beginnen met het eerste onderwerp, zakgeld. Hoeveel zakgeld geef je als ouder en wanneer begin je hiermee? En voordat ik deze vraag aan onze experts ga voorleggen, neem ik jullie even mee naar de huishoudbeurs, waar wij een aantal ouders deze vraag stelden. Kijk even mee. Nou, ik denk dat je dat vanzelf wel merkt wanneer je kind er klaar voor is. Wanneer ze zichzelf om beginnen te vragen en vriendjes en vriendinnetjes om hen heen dat wel krijgen en zij niet, dan daar kunnen we daar een keer over praten. Ja. Mijn dochter is 13, is dat 2 euro per week of 3 euro per week? En ik dacht dat mijn zoon 50 cent gewoon in muntgeld per week krijgt. En ik geloof dat ik zelfs bij het Nibud even heb gekeken en ik geloof dat ik ook op Facebook even heb gevraagd van goh, hoeveel is dat? Want ik heb er helemaal geen gevoel voor, ik weet het niet. Nee. Ik heb het er wel laatst over gehad, omdat mijn dochter net 4 is geworden en net is naar de basisschool is gegaan, wat voor haar een enorme stap was. Ik heb het er wel echt over gehad, van, is dit nu het moment om te beginnen met zakgeld? Vinden we eigenlijk allebei van wel, maar we zijn het gewoon tot nu toe vergeten te geven. Dus nee. Nee, we doen nog niet aan zakgeld, maar we sparen wel. En dat is meer met name voor Nou, zoals jullie thuis zien, heeft iedere ouder dus een andere aanpak gekozen om te beginnen met het geven van zakgeld. Of hebben ze hier een alternatief voor bedacht? En ondanks dat dit allemaal hele goede manieren zijn, ben ik toch benieuwd wat er nou wordt aanbevolen door het Nibud. Dus ga ik even naar Karin. Wat raden jullie aan en waarom? Nou, 6 jaar is een mooie leeftijd om te beginnen met zakgeld. Want dan gaan kinderen naar groep 3 en dan leren ze rekenen. En dan kan je ook met geld inzichtelijk maken langzaamaan dat muntjes van 10 cent, als je daar 10 van hebt, dat dat hetzelfde is als een euro. En dan krijgen ze meer feeling met het onderwerp en met het geld zelf. Oké, dankjewel. En het Nibud die deed onderzoek naar hoeveel zakgeld ouders in Nederland geven. En we hebben hier een zakgeldtabel. Die zien jullie als het goed is nu ook even in beeld. Daar zien we wat de ouders van Nederland eigenlijk doen op het gebied van zakgeld. Carla, hoe zorg je nou dat kinderen bewust zijn van het bedrag dat ze krijgen en de waarde die dat bedrag heeft? Gewoon door te beginnen. Je ziet dat Nederland begint zakgeld te geven als het kind zo'n 5 of 6 jaar is. En begin erover samen met het kind erover te praten. Vertel wat zakgeld is, wat het inhoudt. Spreek met elkaar af hoeveel het kind, je zoon of je dochter, per week bijvoorbeeld krijgt. En nogmaals, nog belangrijker, spreek ook met elkaar af waar het kind dan het geld aan uit gaat geven. En wat hij niet zelf hoeft te betalen, wat de ouders dan zelf betalen. Nou, dan kan je het ook nog heel officieel maken, zo'n moment. Op onze site is ook te vinden een soort zakgeldcontract waarin je al die afspraken spelenderwijs met elkaar vastlegt. Ja, en daar hebben wij een voorbeeldje van, want dat zakgeldcontract dat ziet er zo uit. Mocht je dit thuis nog willen nalezen, een handig overzicht van alle bedragen en het zakgeldcontract vind je op abn.com/zakgeld. En dan ga ik heel even naar onze dame achter de schermen, Anouk. Ik ben even benieuwd of er al vragen zijn binnengekomen onder de livestream. Ja, nou, er zijn helaas nog geen vragen binnengekomen. Wel een aantal leuke opmerkingen dat mensen zeggen. Ik geef geld naar gelang de leeftijd van het kind. Dus 8 jaar is 8 euro per maand, 11 jaar is 11 euro per maand. En de meeste mensen geven het geld cash. Dat was het voor nu. Dankjewel, Anouk. Ja, leuk om te horen, lijkt mij. Maar wat vinden onze experts daarvan? Karin? Cash is goed, denk ik. Om echt te leren met geld om te gaan. En ook om te voelen hoe het is als je het uitgeeft. En waar het dan blijft en wat er over is. En nou, die bedragen komen wel per maand zo'n beetje overeen met wat wij zien dat de meeste ouders geven. Ja. Oké, dankjewel. Dan gaan wij door naar het volgende onderwerp alweer. Sparen voor nu en later. Dit klinkt simpel, maar sparen kan best lastig zijn. Dat ervaren sommige volwassenen al en dit geldt dus dubbel en dwars voor kinderen. Kijk maar even mee met dit filmpje. Ja, meestal
als ik naar mijn vader ga en als ik weer naar huis ga, krijg ik 20 euro. Ik doe het in spaarpot. Bijvoorbeeld voor iets aan het sparen. Als ik wat leuk zie, dan wil ik het misschien kopen. Ja, wat een schatje, hè? Maar goed, ik ben wel benieuwd welke tips onze experts hebben om sparen interessant te maken. En laat ik bij jou beginnen, Carla. Welke tips heb jij om voor ouders om kinderen lekker te laten sparen? Nou, ook hier heel eenvoudig. Ga met elkaar in gesprek. Geef bijvoorbeeld voorbeelden over je eigen spaargedrag. Waarom spaar je als ouder? Voor leuke dingen, voor de vakantie. Ook voor noodzakelijke dingen, de wasmachine die stuk gaat. En draai dat vervolgens naar je kind toe en vraag je zoon of dochter van, joh, wat is het wat jij graag wil hebben? En spreek dan met elkaar af dat het kind daarvoor gaat sparen. Een bepaald bedrag per week weer. En ook belangrijk, kijk met elkaar en waarvan spaar jij dan? Van je zakgeld, wellicht van het geld wat je krijgt op je verjaardag, voor je rapport. Nou, allerlei manieren om te sparen. En ook dat kun je weer zeg maar vastleggen in een soort spaarplan. Dankjewel. Ook op de site te vinden. Ja. Yes. Hey, en Karin, wat denk jij hierover? Sparen? Ja. Nee, dat is, nee, het is ook zelfs met leren met geld omgaan hoort ook sparen bij. Dus het is heel goed om inderdaad aan te geven van als er iets is wat je heel graag wilt hebben. Of als je nu iets koopt en het gaat kapot. Wat zou je dan willen? Zou je dan weer een nieuwe willen? Is het dan handig om daar alvast naar te kijken? Ja, dus ja. Allemaal onderdeel van het leren omgaan met geld. En, ja. Dankjewel. Nou, dan gaan we verder. Ja, je kunt natuurlijk ook je kind alvast hier en daar laten meehelpen met het huishouden. Die taken horen er tenslotte gewoon bij. En ja, mijn persoonlijke ervaring is dat vooral jonge kinderen het vaak heel erg leuk vinden om ergens mee te helpen. En op de huishoudbeurs kwamen we ook ouders tegen die hun kinderen een karweitje lieten doen om wat extra geld te verdienen. Kijk maar even mee. Ach, geld is niet vanzelfsprekend. Geld is een bezit, daar moet je ook wat voor doen. Mijn vader heeft een groente- en fruitwinkel. En vanaf zijn 13e is onze oudste gaan helpen in de winkel. En vanaf toen kreeg hij betaald. Dus dat is in plaats van zakgeld. En er staat een fooiepot in de winkel. En klanten laten regelmatig wat achter in de pot. En dat gaat door z'n tweeën. Eén keer in de zoveel tijd. En dat gaat ook naar de kinderen toe. En dat is wat zij vrij te besteden hebben. Dus ik vind het helemaal niet zo slecht om vrij vroeg al een beetje te werken. Nog los van geld, ook een beetje verantwoordelijkheid. Werken is leuk, werken is goed. En binnen de verantwoordelijkheid kunnen kinderen al heel jong werken. En daar krijgen ze dan geld voor. En dan leren ze ook dat als ze wat meer werken, dat ze wat meer geld verdienen. Ja, ik vind het goed. Ja, Karin, hoe kijken jullie hier tegenaan? Is het goed om kinderen te laten werken voor een extra zakcentje? Nou ja, als het dagelijkse dingen zijn in huis die gewoon moeten gebeuren omdat het anders een puinhoop wordt. Je kamer opruimen of een keer meehelpen met de vaatwasser opruimen of noem maar wat. Dan hoef je daar je kind geen geld voor te geven. Want het is ook gewoon goed om te weten wat er allemaal moet gebeuren. Maar als er extra dingen zijn, dan kan je ze daar geld mee laten verdienen. Ja. Dankjewel. Tegenwoordig hebben we natuurlijk bijna geen contant geld meer op zak. Moet je hier rekening mee houden als ouder? Met andere woorden, geef je het zakgeld nou het best digitaal of toch contant? Wij vroegen het aan ouders op de huishoudbeurs. Denk na over dat digitale aspect. In eerste instantie was ik heel erg geneigd om te denken, we gaan ze een munt geven en daar ben je dan, doe het daar maar mee. Toen ging ik wat langer over nadenken, toen dacht ik, ja maar wacht even, hoeveel muntgeld heb ik zelf eigenlijk nog in mijn handen? Bijna niks meer, alles gaat digitaal. Dus leer ze daar ook vooral snel mee omgaan. Dat is ook verplicht, als ouders moet je ook, krijg je ook inzicht, dus ja. Ja. En overigens, ik kijk niet mee op de app voor de cijfers van school van mijn dochter, maar ik kijk wel mee op de bankrekening. Ik vind dat meekijken heel prettig. En ik zou er ook best wel blokkades op kunnen willen zetten, weet je wel. Dus als ik vind van nou, je mag best even een beetje voelen hoe het is om niks te hebben, dat je dat een week kan blokkeren bijvoorbeeld. Dat is een beetje pijn voelen van wat het is om geen geld te hebben. Ja, de ouders lijken het eens te zijn. Digitaal lijkt steeds belangrijker te worden. En ze vinden het ook fijn om mee te kunnen kijken met het uitgavenpatroon van hun kind. Maar Karin, hoe denkt het Nibud hierover?
dat het goed is als kinderen wel leren geld uit te geven met contant geld. Omdat je met contant geld echt fysiek het geld uit je portemonnee ziet verdwijnen. En echt voelt van, oh, ik ben het nu kwijt, want ik heb er iets voor gekocht. En dat gevoel is ook bij volwassenen veel minder groot als je het met een pas betaalt. En het heet met een mooi woord betaalpijn. Dat is echt wetenschappelijk onderzocht. Dus die voel je het minst met een creditcard en het meest met contant geld. En om echt te ervaren waar je geld blijft als je dingen koopt, is het goed om dat met contant geld te leren. Maar daarnaast natuurlijk, kinderen moeten ook, is het ook goed om te leren internetbankieren. Want dat is ook de toekomst voor de kinderen. Ja, want Carla, hoe zie jij dit? Nou, ik ben het helemaal met Karin eens. Start zeker met contant geld, hè? Dat is tastbaar. Daar kun je je iets bij voorstellen als het weggeven van, nou, dat doet best wel pijn. En dat is met een pasje betalen toch iets minder. Maar zeker in deze digitale tijd, wat natuurlijk alleen maar digitaler wordt, is het voor ons wat dat betreft en-en. Als je het nog te vroeg vindt om je kind met een pasje om te laten gaan, ja, je doet ook samen boodschappen. Leg ze dan uit wat jij dan met dat pasje doet. En waar dat geld dan vandaan komt van je rekening en dat je saldo dus omlaag gaat. Dus op die manier in gesprek, laat ze ook op die manier alvast wennen aan digitaal. En als het kind eraan toe is om ook zelf digitaal het zakgeld te ontvangen en uit te geven. Bijvoorbeeld met online shopping doen kinderen ook gewoon. Dus ja. Dat moet op een gegeven moment gewoon kunnen. Ja, bepaal dat samen met je kind wanneer die eraan toe is. Oké, ja, en nou ja, we hebben het natuurlijk over betaalrekeningen, over rekeningen gesproken. Ja, wat biedt de ABN AMRO voor ouders om kinderen toch te leren omgaan met het digitale aspect van geld? Ja, nou, ook wij bieden, naast dat alleen volwassenen betaalrekeningen hebben, kunnen jongeren die ook krijgen. Bij ons heet dat de jongerengroeirekening. Dat is voor kinderen vanaf, nou, dat ze geboren zijn, 0 jaar tot 18. En daar hoort ook een betaalpas bij. Maar als ouder blijf je in controle tot de 18e levensjaar. Zo kan je, zoals die dame net ook in het filmpje zei, de controle houden. Kun je bepalen van, mag het kind het pasje gebruiken? Tot welke limieten? Tot 10 euro, 20 euro per dag. Mag het kind online shoppen, ja of nee? En tot welk bedrag? En tot slot, wat gewoon heel handig is, is het meekijken. Wat volgens mij die meneer net ook aangaf. Ja. Je kunt meekijken op de rekening. En je kunt zelfs notificaties krijgen of een sms'je of een e-mail, net wat je handig vindt, zodra het kind geld uitgeeft. En is dat ook allemaal geïntegreerd in de app? Dus even vanuit eigen interesse, ja? Ja, klopt. Okay. Inderdaad, in je mobiel bankieren app kun je ook die notificaties instellen voor als er iets gebeurt op de rekening van jouw kind. Okay. Dus, en dat is gewoon handig, niet echt als controlemiddel, want dat wil ik echt wel ook hier neerzetten. Van, kind moet zelf leren omgaan met geld en dus ook fouten maken. Ja. Maar handig om een oogje in het zeil te houden. Ja, dankjewel. Ja. Ik kan me inderdaad voorstellen dat je je kind vrijheid wil geven en niet te veel wil beperken. Maar daarnaast wil je natuurlijk ook niet dat ze onverstandige keuzes gaan maken. En zo krijgen natuurlijk steeds meer kinderen ook mobiele telefoons. Wat adviseert het NIBUD daar eigenlijk over? Want dat moet ook betaald worden. Ja, klopt. Nou ja, net als met alle andere onderwerpen zeggen wij ook altijd van, ga in gesprek met elkaar, kijk wat er kan. En het mooie van telefonie is dat het inderdaad prepaid kan. Dus wat wij ook adviseren met zakgeld is, leer kinderen als het op is, dat het op is. En want als je altijd maar blij blijft geven, dan creëer je een situatie die je ook niet wil op de lange termijn. En met prepaid bellen, en als we dat nog doen, of WhatsApp of noem maar op, leer je op een gegeven moment ook van, nou ja, als het op is, is het op. En dat kost dus geld als ik weer opnieuw tegoed nodig heb. Ja, goed om te weten. En als laatste vraag zou ik ook nog graag willen weten hoe je goed met kinderen over geld kunt praten. Weet je, ben je bijvoorbeeld open over wat je zelf als ouders verdient? Of wat kun je het best doen? Nou, als ik aan mijn zoon vertel wat ik verdien, dan gaat hij dat omrekenen in spelcomputers. Hoeveel hij daarvan kan kopen. En heeft dus geen idee wat je er allemaal nog meer van moet doen. Dus als ze jong zijn, is het te abstract om over grote bedragen te praten. Dus dat het is niet. Je kan heel goed, denk ik, leren als je boodschappen gaat doen, inderdaad. En je staat voor het schap, welke hagelslag koop je en waarom? Hoe duur is die dan? Waarom wil je die? Dus op die manier de waarde van dingen te leren en wat iets echt waard is. Nou ja, het gaat ook voor kleding. Het geldt eigenlijk voor alles waar ze mee in aanraking komen. Nou ja, hoe ouder ze worden, hoe meer ze dat natuurlijk ook zelf door gaan krijgen en zich gaan en meer beseffen van dat iets van een bepaald bedrag echt heel duur is of misschien wel heel goedkoop relatief. Nou ja, zo. Dus, Hoe denk jij daarover, Carla? Ja,
helemaal eens met wat Karin zegt. Inderdaad, een bedrag zegt niet zoveel, maar de vergelijking wel. Ja. Bijvoorbeeld, nou, je hebt zakgeld van 5 euro, daar kan je dit van kopen of dat. Maar tegelijkertijd gaat dat niet. Nee. En die voorbeelden geef je ook als je in de supermarkt staat van dit is wat ik te besteden heb. En, ja. Dus maak het relatief in plaats van dat je het over dus de bedrag hebt, hoeveel je verdient. Ja. Ze vragen het wel, maar ja, het heeft niet zo heel veel zin om daar iets over te zeggen. Nou, dankjewel dames. Dan ga ik nog één keertje naar Anouk toe. Anouk, hebben wij inmiddels vragen onder de livestream ontvangen? Jazeker, we hebben een aantal mooie vragen ontvangen. De eerste vraag is van Kees Duin. Hij vraagt of de ABN AMRO ook geld rekent voor de kinderrekening. Goeie vraag. Ik weet niet waarom ik die zal beantwoorden. Ja. Want die was ik inderdaad net vergeten te zeggen. Nee, voor jongeren is de rekening gratis. Het gebruik van het pasje is ook gratis. En ook wat die notificaties betreft, die zijn ook gratis tot 18e levensjaar. Dus geen dat kosten. Dat is mooi nieuws. Ja. Hebben we verder nog vragen, Anouk? Ja, Irene wil graag weten vanaf welke leeftijd het nut heeft om je kind zakgeld te geven. Met het doel om te leren omgaan met geld. Nou dames, dit hebben we natuurlijk al een beetje verklapt in het begin van de livestream, maar altijd goed om nog even te herhalen, denk ik. Dus Karin, misschien kun jij deze beantwoorden? Ja, vanaf een jaar of 6, als kinderen leren rekenen ook, dat is een goed moment om voorzichtig aan met zakgeld te beginnen. Ja. Ja. Nou Irene, dat was het antwoord. Anouk, hebben we nog meer vragen? Ja, en nog één vraag van Stijn Veger. Vanaf welke leeftijd kunnen we een bankrekening openen voor onze dochter? Ik denk dat deze ook al beantwoord is, maar misschien handig om nog even te herhalen. Ja, soms gaat het ook snel, dus ik herhaal hem graag. De jongerengroeirekening die is vanaf het moment van geboorte kan die geopend worden. Wil je een spaarrekening openen, ook dat is daarnaast of erbij. Dan is dat ook gewoon vanaf geboorte mogelijk. Dankjewel. Anouk, nog meer vragen of was dit het? Dat was het voor nu. Oké, dankjewel. Nou, Karin en Carla, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie goede adviezen en jullie tips. Jullie thuis wil ik ook allemaal bedanken voor het kijken naar de livestream. En mocht je toch nog vragen hebben, wij hebben een heel goed webcare team wat 24/7 voor jullie klaar zit en jullie verder zal helpen met jullie vragen. En natuurlijk kun je ook nog kijken op abn.com/zakgeld. Voor nu een hele fijne avond. En tot ziens.